Radius en ulna. Oriëntatie. Proximaal. Distaal. Ventraal zicht. Kan je zien telkens aan de twee knobbels die hier lopen. Ja, de tuberositas. Die ventraal ligt. Dorsaal zie je op de radius. Het tuberculum dorsale. Terwijl ventraal is dit heel vlak qua structuur. Hoe articuleren deze met de humerus? Eerst individueel. Dan zie je de incisura trochlearis rond de trochlea humeri articuleren om flexie en extensie toe te staan. De radius op zich komt aan het capitulum humeri, kan flexie-extensie mee begeleiden, maar vooral zal kunnen proneren en supineren. Een pronatie en draait hij naar de kant van de pink en een supinatie draait hij naar de kant van de duim of naar de radiale kant. Pronatie en supinatie tussen radius en ulna. Dan draait de radius rond de ulna op dit stuk. Vooraan. En dan draait hij terug. Supinatie tot daar. Dus pronatie indraaien. En supinatie terugdraaien. Incisura radialis en de incisura ulnaris die naast gewricht komen om deze beweging te begeleiden. Bespreking van de ulna qua structuur. Dan heb je helemaal proximaal. En dit stuk zie je dat de ulna dikker is dan dat die distaal is. Dus heeft die proximaal meer functie. Zal vooral in de elleboog werkzaam zijn. Dit stuk is de incisura trochlearis. Dit gedeelte kan je ook zien van ventraal. Een heel mooie gewrichtskom waarbij die heel mooi rond de humerus zal passen. Dan heb je ventraal uit processus coronoideus. Hier heb je olecranon, de elleboogtop die je bij jezelf kan palperen. Dan zie je langs deze kant de gewrichtskom, de incisura radialis, met daar net distaal van de crista musculi supinatoris. Heel scherpe kam voor de musculus supinator. Dan gaan we naar distaal. Dan zie je dit stuk. Dan zie je het caput ulna met het circumferentia articularis dat volledig ronddraait. En het processus styloideus, het stilovormig uitsteksel. Wat we nog vergeten zijn, is het tuberositas ulna dat hieronder ligt en waar eigenlijk de aanrichting ligt van de musculus brachialis. Radius. Proximaal klein hoofdje. Distaal dikkere structuur. Dus is vooral belangrijk distaal bij de krachtoverbrenging naar de hand. Proximaal zie je het kleine hoofd, het caput radii. Het caput radii is dit stuk. Met daaronder het gedeelte, het colum radii. Als we nu kijken naar dit gedeelte, dan kan je zien dat er een holle structuur is. En de holle structuur die heeft een andere naam, noemt fovea articularis. Ja, de fovea articularis is een holle structuur in dit stuk. Dan kan je hier zien dat je op een ventraal zicht tuberositas radii kan herkennen. En ga je meer radiaal, dan zie je ook centraal tuberositas pronatoria. Daar waar de pronator teres tussen zal aanhechten, tussen deze twee punten. Ga je naar distaal, dan kan je een stuk verder bekijken dat het ventraal gedeelte heel vlak is. En zie je dorsaal een ruwe structuur, tuberculum dorsale. Opnieuw zie je processus styloideus. En zie je langs de distale zijde, op dit gedeelte, zie je facies articularis carpalis. Daar waar de carpalen tegenkomen. Brengen we terug
radius en ulna tezamen, dan kan je distaal mooi observeren dat er een gewrichtskom ontstaat. De twee naast elkaar, twee keer processus tiloideus. Op die manier, hop, zorgt als een vorkstructuur dat de pols daar stabiel in blijft.